Welkom bij Pauls Model Trainstaf. Vorige week een weekje gemist in verband met vakantie. Ik had wel een opname klaarstaan, maar die was dusdanig out of focus dat ik hem niet geplaatst heb. Ik wil nog kijken of ik die opnieuw ga doen. Deze week ben ik in ieder geval bezig met een oudere trein die ik al een keer eerder heb laten zien dat ik hem had. Nu vandaag wil ik hem ook repareren zodat hij het wat beter gaat doen. Het is een Duitse dieseltrein, passagierstrein. En even kijken, ik zet even. Als ik hem op de goede wielen zet, even kijken of ik alles goed heb. Deze heeft mooie binnenverlichting. En ook ja, autofocus, maar ook de voorkant heeft verlichting. En als ik de andere kant op laat rijden, dan is de verlichting ook mooi rood. Helemaal goed. Als ik de stroom eraf haal, dan dooft die langzaam. Er zit een flinke dikke condensator in om ervoor te zorgen dat hij lang genoeg stroom houdt om als hij even stroom verliest, dat er dan niet meteen de hele verlichting uitvalt en gaat knipperen. Dus dat is best net gedaan. Dus deze kant is in orde. De andere kant daarentegen, ik zet eventjes weg. De andere kant heeft een vergelijkbare aansluiting, ook op de achterwielen zit de binnenverlichting, als ik me niet vergis. Maar die doet helemaal niets. In de voorwielen zitten de motor. En die rijdt, maar daar gaat niks branden binnenin. Dus ik ga deze eens even openmaken. Ik heb al gezien, er zit ledlampen in. En ik ben benieuwd, er zal wel een draadje los zitten ergens. Meestal is het zoiets in foto's als dat. Een van de dingen die ik ook zag was dat dit stuk plastic los zat. Dus dat heb ik vastgezet, als ik me niet vergis. Even de schroeven eruit nog. Zo, vanuit de achterkant en dan de kap een beetje naar voren en kijk aan. Hier zit de condensator voor de verlichting. Het is niet eenvoudig los te halen tenzij ik de... Nee, ook dan niet. Nee. Okay. De ramen zijn losgeschoten. Dat is best wel een klusje om die weer op zijn plek te krijgen. Zo. Een deel van de verlichting begint een beetje los te laten, de lijn. Het chassis dient als de minpool. Die kabeling hier gaat dus ook via een vier diodes en een gelijkrichter. Dan zorgt hij ervoor dat de spanning altijd de goede kant op gaat. Dit is dus de minkant. Zo, dat geeft me iets meer ruimte. En hij gaat uiteindelijk gaat hij gewoon hier naar de wielen toe, waar dit dus de stroom oppikt. Oké. Okay.
laat dit even los. Ik heb natuurlijk nog mijn kabels hier. Eens kijken of dat de verlichting überhaupt iets wil doen. Dat zal dan via deze en deze moeten zijn. Kijk, de verlichting zelf is in orde. En ook vanuit de wielen kan ik hem goed, pakt hij hem goed op. Het probleem is waarschijnlijk dat er op de dat het frame zelf zou worden uitgezien als een bekabeling. En er zit hier een losse kabel. Ik denk dat dat er allemaal wel mee te maken heeft. Dus even zien of ik dit los kan maken zonder al te veel. Oké. Kijk eens aan. Deze komt van helemaal van hier af aan. Die is natuurlijk voor de voorverlichting. Dit is wat moeilijk te zien. Hier zitten twee lampen. Witte en rode. Dat is voor de sluitverlichting, frontverlichting. En laat ik nog maar even meteen kijken of dat die iets doen. Daar staat stroom op. Ik heb net niet gekeken. Die doen niets. De andere kant op ook niet. Hier zit een kabel die een draad die los is. Volgens mij zijn deze twee alleen maar voor de stroompick-up. En ook deze zit los. Ja. Ik ga eens even kijken waar alle kabels heen gaan, wat ze doen. Dit lijkt in ieder geval de voedingskabel. Nee, dit lijkt een. Goh, wat zou dit zijn? Je zou toch denken dat dit een voedingskabel moet zijn, maar hij lijkt eerder naar de lampen te gaan. Ik ga wat dingen doormeten en eens even kijken wat waar naartoe gaat en hoe al deze losse kabels er eigenlijk op moeten zitten. Goed, ik heb mijn werkende erbij gepakt. Even kijken of ik dit zichtbaar kan maken, want het is met potlood gedaan en er zit nog wat hierachter. Even kijken. Kom op. Ik ga in ieder geval van de wielen door de lampen wit en rood. Van wit gaat hij naar de gelijkrichter. Eén kant van de gelijkrichter gaat naar de, ik zeg maar even de aarde, dat frame zelf. De andere kant gaat door de condensator, door de ledstrip, terug naar de gelijkrichter. En de rode gaat direct naar, naar het frame toe. Tenminste, dat vermoed ik. Dat betekent dat deze twee kabels zorgen ervoor dat de stroom van de wielen via in dit geval de motor naar de verlichting gaat. Dus als deze blauwe hier en er moet nog een zwarte zitten weer aan de motor vastzitten, zou alles weer moeten gaan werken. Is mijn theorie. Ik heb hier in ieder geval de blauwe die aan deze twee kanten los zit. En de zwarte loopt hier overheen, die lijkt goed aangesloten te zitten.
Dan ga ik er ook vanuit dat hij hem goed oppakt van de wielen. Dus nu moet ik alleen nog even uitzoeken waar ik die. Kijk, de motor is opgedeeld in twee delen. Dit deel hier is voor de aansturing van deze kolborstel. En hier zit een scheiding, hier zit een kleine condensator, vermoed ik. En zit hier het tweede deel. Hieromheen loopt een ring naar iets wat hier los lijkt te zitten. Wat prima geschikt is om een mooiste blauw kabeltje op vast te maken. En hier tussenin zit ook een condensator voor ruisonderdrukking. Hieroverheen loopt de zwarte kabel. En de blauwe gaat hier eigenlijk in feite omheen. Vanuit hier zit een brug eromheen. God, dit is bijna niet te zien. Om ervoor te zorgen dat deze koolborstel de stroom krijgt. Dus deze blauwe moet hierop. Deze blauwe moet daarop. En dat zou voldoende moeten zijn. Nou, ik heb even een kabeltang hier. Ik heb hier iets wat op een tangetje lijkt. Goed genoeg. Aan deze kant zit een vrij hard plastic. Dat is ook goed genoeg. Even zoeken. Nou, mijn soldeertin die bijna op is. Ik ben bezig geweest met het solderen van massief koper. Op dat moment gaat het heel erg hard met de soldeertin. Nou, laat ik eerst even deze tin voorzien. Zo. Die ook. Dat is één, niet zo netjes, maar het blijft wel zitten. Hier heb ik wat meer flux voor nodig. Ik heb nog niet zo'n mooie fluxpen of iets dergelijks. Gewoon een bak zooi. Oh, nou laat ook deze kabel los. Nou. Nog wat meer te repareren. Volgens mij zijn deze solderingen best oud. Dat is 1. Dat is 2 eigenlijk. En nummer 3 is net dus losgeschoten. Die even opnieuw strippen. En dan hoop ik dat ik dadelijk mijn gelijk krijg. Oh, inderdaad, deze twee kabels waren. Kom aan. Goed zo. Hoop ik dat die andere blijft zitten. Dit wordt een zootje. Die andere natuurlijk verplaatst.
kijken hoe goed mijn linkshandige soldier skills zijn. Zo. Nou, eens kijken. Deze eraan en deze eraan. En de motor begint te lopen. En er brandt een lamp. Andere kant op. Yes. En nou op de wielen. Deze. Deze wielen. Nou. Fantastisch. De boel kan nog even gesmeerd worden. De boel moet echt gesmeerd worden. Dat was mijn potlood. En daarna even weer in elkaar gaan zetten. En dan ga ik eens kijken wat ik met deze ga doen. Ik weet niet of ik hem wil houden. Ik vind het op zich een mooie trein. In zijn alles en lelijkheid. Maar het is niet dat ik ruimte heb voor meer treinen. Dus het kan goed zijn dat ik deze ook weer op marktplaats ga zetten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Ik ga deze nog in elkaar, rustig aan elkaar gaan zetten. En tot een volgende keer. Binnenkort. Ik hoop volgende week in ieder geval weer een aflevering te maken. Ik zit te denken aan eindelijk hier eens wat mee te gaan doen. Ik heb vandaag nog wel aan mijn koplopers gewerkt. Ik denk dat ik daar een hele andere richting in ga. Want mijn doel wat ik had is denk ik te ambitieus. En ik heb nu een heleboel goedkope decoders. Dus ik denk dat ik in de dummy motorwagen gewoon een decoder zet om de lichten aan te sturen en in de motorwagen zelf ook. En dan is het ook wel prima, denk ik. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.